Goedemorgen Alma, ik ben Ali van Afrikaans Vluchtelingencollectief. Ik ben dakloos geweest voor 7 jaar lang zonder opvang. Nu help ik aangedocumenteerd dakloos met de basisbenodigheden zoals eten, winterjas, of een chipkaart, mondkapje en antibacterisch zeep. Aangedocumenteerde daklozen verblijven op allerlei plekken in de stad. Bijvoorbeeld onder de brug of een bosje langs de snelweg. Vaak hebben ze geen paspoort en zijn Nederland gekomen in de hoop op internationaal bescherming. Helaas moeten zij toch soms op straat leven. Dit zo'n plek. Hier heeft een groep van aangedocumenteerd in zomer gewoond. Maar ze zijn door politie weggehaald. Deze groep heeft tot nu geen verblijfplaats en leeft op straat op allerlei plekken waar de politie hen niet kan vinden. Vanuit mijn stichting houd ik contact met deze mensen en probeer zoveel mogelijk om te helpen. Wij maken 2 keer per week maaltijden en wij zorgen voor de winterjas en andere basisbenodigheden. Vanwege COVID-19, de leven van aangedocumenteerd is nog moeilijk geworden. Nu het winter is, is het extra belangrijk dat ze eten hebben en iets om warm te blijven. Dat is waarvoor ik nu deze oproep doe. Deze groep van aangedocumenteerd heeft niemand om op terug te vallen. Daarom vragen wij u ondersteuning om basisbenodigheden voor deze mensen te kunnen kopen, zodat ze in de winter kunnen doorkomen.